In het programma Het eirolgedrag wordt aan de hand van een voorbeeld uit de etologie, namelijk het eirolgedrag bij de zilvermeeuw, een idee gegeven van wat etologisch onderzoek is, hoe het wordt opgezet en uitgevoerd. Het programma sluit aan bij de cursus De biologie van populaties en gedrag van de Open Universiteit. Het leerstofgebied is natuurwetenschappen. Welkom bij de Open Universiteit. Dit programma vormt de introductie van de cursus Biologie van Populaties en Gedrag. En die cursus is dan weer onderdeel van het diplomaprogramma van het leerstofgebied Natuurwetenschappen. De cursus bestaat uit twee delen. Een populatiebiologisch deel en een etologisch deel. En in dit programma bepalen we ons tot het laatste. Tot de etologie, de leer van het gedrag. Aan de hand van een voorbeeld laten we zien wat etologisch onderzoek inhoudt, hoe het wordt opgezet en uitgevoerd. En als voorbeeld hebben we gekozen het eirolgedrag bij zilvermeeuwen. Dit gedrag wordt waargenomen in de natuurlijke situatie. Waarnemen betekent het nauwkeurig volgen en noteren van gedragingen in de tijd. Dit wordt protocoleren genoemd. Aankomst op het nest. Probeert stippelei te rollen. Kijk naar stippelei. Kijk naar effenei. Zitten op leegnest. Rolt stippelei. Zitten op stippelei. Rolt effenei. Zitten op nest met eieren. Uit deze waarnemingen volgen hypothesen die daarna experimenteel getoetst worden. U begrijpt dat niet iedereen het veld in kan gaan om waarnemingen te doen. Studenten van de Open Universiteit wonen door het hele land verspreid en bovendien hebben ze het overdag vaak druk met andere werkzaamheden. Weinig tijd dus. Wat hebben we daaraan gedaan? De Open Universiteit heeft gekozen voor interactieve beeldplaten. En die beeldplaten kunnen worden bestudeerd in de diverse centra op verschillende plaatsen in het land. Op die beeldplaten staan videoopnamen van diergedrag. En dat diergedrag kan dan op dezelfde manier worden geprotocoleerd als in het veld, maar nu met behulp van een computer. Elke diersoort leeft in nauwe interactie met zijn omgeving. Om in leven te blijven en om zich voort te planten, dient een diersoort tal van specifieke objecten en situaties in die omgeving selectief te kennen. Al in het begin van de ontwikkeling van de etologie werd de vraag gesteld welke vorm de kennis van het dier heeft en hoe die kennis wordt verkregen. Een veelgebruikte techniek om deze kennis te analyseren bestaat uit het aanbieden van modellen die het te onderzoeken object min of meer natuurgetrouw nabootsen. In ons voorbeeld heeft men eimodellen gemaakt waarmee men door variaties aan te brengen in de verschillende kenmerken, bijvoorbeeld grootte, kleur of vorm van het ei, naprobeert te gaan voor welke kenmerken de zilvermeeuw een voorkeur heeft. In een aantal gevallen bleek het mogelijk modellen te vervaardigen die een sterker effect hadden dan het natuurlijke object. Ze werken supernormaal, zegt men dan. Deze verschijnselen bleken niet toe te kunnen worden geschreven aan ontoereikendheid van de zintuigen om afwijkingen te kunnen onderscheiden. Dat werd vooral duidelijk toen men zich als gevolg van dierproeven ging realiseren dat sterke gevoeligheid voor supernormale situaties ook bij de mens algemeen voorkomt. Eigen lichaamskenmerken worden op velerlei wijze versterkt. Willen mensen langer lijken, dan dragen ze schoenen met hoge hakken. Willen mensen grotere ogen, dan gebruiken ze make-up. Pin-up-kunstenaars overdrijven beenlengte. Een natuurlijke basis in hun tekening wordt opgeblazen tot onbestaande maten.
Autoontwerpers overdrijven een standaardontwerp, een gemiddeld idee, zonder natuurlijke basis. Het fenomeen supernormaliteit komt dus niet alleen bij de zilvermeeuw voort. De film van professor Barends, die als basis is gebruikt voor dit programma, maakt deel uit van een omvangrijk onderzoek naar het broedgedrag van de zilvermeeuw. Het veldwerk hiervoor begon in 1950 en inmiddels zijn er veel publicaties verschenen. Het onderzoek was aanvankelijk geheel gericht op de volgende vraag. Welke kenmerken van een ei wekken bij de meeuw broedzorghandelingen op en in welke mate doen ze dit? Om deze vraag te beantwoorden worden proeven gedaan met in het wild levende zilvermeeuwen. Ze krijgen houten modellen aangeboden waarvan grootte, vorm, kleur en vlektekening worden gevarieerd. Aan het begin van het broedseizoen wordt van een reeds broedend meeuwenpaar het eigenlegsel, dat meestal uit 3 eieren bestaat, vervangen door eimodellen met een natuurlijk uiterlijk. Op enige afstand van het nest is een schuilhut geplaatst. Na enkele dagen zijn de meeuwen eraan gewend geraakt dat de onderzoekers regelmatig in de kolonie verschijnen. Dan kunnen de proeven beginnen. De waarnemer in de schuilhut houdt tijdens iedere proef de meeuw voortdurend in het oog en protocoleert in detail diens gedragingen. Kijk naar Stippelei. Om de 20 minuten komt de helper de kolonie binnen en loopt naar de schuilhut. Mede op grond van het resultaat van de proef krijgt hij van de waarnemer te horen welke volgende proef moet worden gedaan. In iedere proef moet de meeuw kiezen tussen 2 naast elkaar op de nestrand liggende eimodellen. Hier wordt een eimodel op ware grootte tegen een overdreven groot model aangeboden. Aangenomen wordt dat het eerst ingerolde eimodel op dat moment voor de meeuw de hoogste broedwaarde heeft. Zodra de helper uit het zicht is, keert de meeuw terug naar het nest. In de regel stapt de meeuw in het nest voordat hij de eieren aanraakt. En vaak gaat hij ook eerst zitten. Al gauw echter prikkelt de onvolledigheid van het legsel hem tot verzitten. En dat kan vele malen worden herhaald. Het grootste eimodel wordt het eerst gerold. Dan volgt het eimodel van natuurlijke grootte, na enige aarzeling. En de meeuw tracht nu alle eimodellen in zijn broedvlekken te passen. Dezelfde combinatie wordt ook aan andere meeuwen aangeboden. Deze meeuw rolt eveneens het grootste eimodel als eerste in. De meeuw probeert voortdurend de eimodellen zo goed mogelijk in aanraking te brengen met zijn broedvlekken. Hijgen dient in de eerste plaats voor het regelen van de lichaamstemperatuur, maar treedt ook op als reactie op onbevredigende tastindrukken die de vogel van het legsel krijgt.
wordt de rol van het kenmerk vorm onderzocht door een eivormig model naast een even groot, kantig en blokvormig model aan te bieden. Er werd weliswaar een voorkeur voor eivorm vastgesteld, maar toch bleken vormkenmerken voor de keuze van de meeuw in het algemeen minder belangrijk dan de andere onderzochte eigenschappen. Om de waarde van de vlektekening te onderzoeken, wordt een gespikkeld ei-model tegen een effen bruin gegeven. Vlektekening bleek een zeer effectief kenmerk. Om de waarde van de eikleur te toetsen, werden eimodellen met verschillende grondkleuren 2 en 2 aangeboden. Blauw, groen, geel, rood of bruin en ook verschillende grijstinten. Groen tegen de bruine standaardkleur. Deze helder groene kleur, die nooit op echte eieren voorkomt, bleek van alle gebruikte tinten de hoogste waarde te hebben. Rood tegen bruin. Een rode grondkleur bleek het minst effectief. Het blijkt dus dat met betrekking tot grootte, vlektekening en grondkleur bij de meeuwen voorkeuren bestaan die slecht bij het natuurlijke uiterlijk van het ei lijken te passen. Bij veruit de meeste proeven blijken de meeuwen dit gedrag te vertonen. Geen van de dusverre vertoonde eimodellen overtrof echter in waarde een echt ei. Wat zou er nu gebeuren als een echt ei moet wedijveren met een eimodel waarin alle waardevolle kenmerken zeer sterk vertegenwoordigd zijn? Een supernormaal eimodel, overdreven groot, groen en met vele kleine, sterk contrasterende vlekken. Het krijgt inderdaad de voorkeur boven een echt ei. Het supernormaliteitsverschijnsel werd niet voor het kenmerk vorm gevonden. Geen van de abnormale vormen die werden aangeboden kon ooit de eivorm overtreffen. Conclusies betreffende kenmerken die de meeuw gebruikt kunnen niet getrokken worden voordat de voorkeur van de meeuw statistisch is vastgesteld. De resultaten van de proefseries voor 3 van de genoemde kenmerken, namelijk grootte, kleur en vorm, worden als volgt weergegeven.
In het totaal zijn er in dit geval 1690 waarnemingen gedaan ten aanzien van de grootte van het ei. Bij deze waarnemingen koos de meeuw 1098 keer het grotere ei en 592 keer het kleinere ei. Het lijkt zo te zijn dat de vogel de voorkeur geeft aan het grotere ei van het paar. Ook als die grootte de normale afmetingen overtreft. Ten aanzien van de kleur zijn er in het totaal 1168 waarnemingen gedaan. 761 keer koos de meeuw het felgroene ei, 407 keer het bruine ei. Eveneens lijkt een felle, niet op normale eieren voorkomende kleur groen een sterker effect te hebben dan de kleur die de werkelijkheid beter benadert. Ten aanzien van de vorm zijn in het totaal 624 waarnemingen gedaan. 407 keer koos de meeuw de normale eivorm, 217 keer de abnormale vorm. In tegenstelling tot een mogelijke voorkeur voor een supernormale grootte en kleur, lijkt bij de proefserie over het effect vorm de voorkeur op de normale eivorm te vallen. Een uitspraak over voorkeur kan pas gedaan worden wanneer middels een statistische analyse is aangetoond dat de voorkeur significant is en niet op toevalligheden berust. Een gebruikelijke analyse voor dit soort waarnemingen is de zogeheten Gie-kwadraattoets. Hiermee wordt berekend of de gegevens voldoende sterk afwijken van de nulhypothese, in dit geval geen voorkeur voor grootte, vorm of kleur, om de nulhypothese te verwerpen en daardoor een bevestiging voor de alternatieve hypothese te krijgen. In dit geval dus wel voorkeur voor grootte, kleur of vorm. Beperken we ons tot het kenmerk grootte, dan luidt de nulhypothese als volgt. Van het totaal aantal keuzes, te weten 1690, wordt het grotere ei net zo vaak gekozen als het kleinere ei, namelijk 845 keer. In werkelijkheid koos de meeuw echter 1098 keer het grotere en 592 keer het kleinere ei. De toetsingsgrootheid, Gie-kwadraat, is gelijk aan het kwadraat van het verschil tussen de waargenomen waarde, hier aangeduid met W, en de op grond van de nulhypothese verwachte waarde, hier aangeduid met een V, gedeeld door deze verwachte waarde V. Bij meerdere waargenomen waarden worden alle Gie-kwadraten opgeteld om de uiteindelijke toetsingsgrootheid te bepalen. We berekenen Gie-kwadraat voor het aantal keuzes van het grotere en voor het kleinere ei. Gie-kwadraat is dan 1098, het aantal keren dat het grotere ei is gekozen, minus 845, de verwachte waarde op grond van de nulhypothese tussen haakjes in het kwadraat, gedeeld door 845, de verwachte waarde, plus 592, het aantal keren dat voor het kleinere ei is gekozen, minus 845, de verwachte waarde op grond van de nulhypothese tussen haakjes in het kwadraat, gedeeld door 845. De uitkomst is 151,5. In een bijbehorende tabel, die u in ieder statistiekboek vindt, zoeken we op of de waarde van de Gie-kwadraat bij een bepaald aantal vrijheidsgraden binnen de marge ligt om de nulhypothese te kunnen verwerpen. Het aantal vrijheidsgraden is het aantal mogelijkheden min 1. In dit geval zijn er twee mogelijkheden, een groter ei of een kleiner ei. Dus 2 min 1 is 1 vrijheidsgraad. De p-waarde die bovenaan de tabel staat, geeft aan hoe groot de overschrijdingskans is waarmee de nulhypothese verworpen kan worden. In ons geval is Gie-kwadraat 151,5, dus groter dan het getal in de laatste kolom bij 1 vrijheidsgraad. En dus kan de nulhypothese, geen voorkeur, met een overschrijdingskans van kleiner dan 1000ste verworpen worden. De alternatieve hypothese geldt nu. De voorkeur voor het grotere ei is significant. Ondanks deze duidelijke voorkeur voor het grotere ei-model is het aantal keren dat het kleinere ei-model verkozen wordt aanzienlijk, namelijk 592 keer. Aangezien de uitwendige situatie van de meeuw constant was, leek het waarschijnlijk dat de voorkeur van de meeuw voor het kleinere ei-model aan de interne toestand van de meeuw zou moeten worden toegeschreven. Het gedrag van de meeuw verschilt in een aantal opzichten van dat wat tot nu toe werd vertoond. In zo'n geval aarzelt de meeuw voordat hij op het nest terugkeert. Voert poetsgedrag uit, zoals kopkrabben. Tuurt vaak naar de grond,
En uit herhaaldelijk de alarmroep? Of poetst de borst en andere delen van het lichaam? De meeuw stapt dan heel voorzichtig in de nestkuil. Hij gaat vaak met de kop van de eimodellen afgewend zitten. En bedekt ze niet zelden met de staart. Om tenslotte het kleinere ei als eerste in te rollen. Na het inrollen zal zo'n meeuw vaker gedrag vertonen dat het eigenlijke broeden onderbreekt en stoort. Zoals wat nestbouwgedrag. Dat echter meestal te onvolledig is om werkelijk aan de structuur van het nest bij te dragen. Hij vertoont ook poetsvlagen. Na een consequente voorkeur voor het kleinere ei kwam poetsen vaker in dit onderbrekende gedrag voor dan wanneer het grootste eimodel als eerste ingerold was. Al deze gedragsdetails wijzen erop dat voorkeur voor het kleinere van de twee eieren gepaard gaat met een vrij sterke vluchtneiging van de meeuw tijdens de proef. Verwisseling van plaats laat zien dat de keus niet op plaatsvoorkeur berustte. Tijdens het naderen van het nest kan de meeuw de rugveren poetsen, omlaag staren, de borst poetsen, zich schudden. De voorkeur die de meeuw voor het kleinere van de twee eimodellen toonde, lijkt consequent te zijn. Wanneer de meeuw bang is, is hij ook geneigd het meer natuurlijk gekleurde bruine eimodel eerder te rollen dan het supernormale groene ei. De keuze tussen de eimodellen zou in sterke mate bepaald kunnen worden door de relatieve sterkte van de broeddrang en de vluchtdrang. Thank you.
Het blijkt dus dat de interne toestand van de meeuw van invloed is op het soort van criteria die hij stelt voor het aanvaarden van een voorwerp als broedobject. Een verontruste meeuw neigt ertoe detailkenmerken van het echte ei te gebruiken die hij door ervaringen met zijn eigen ei heeft leren kennen. Daarentegen zal een niet bange vogel zonder aarzeling objecten met supernormale kenmerken inrollen. Wat hier werd gevonden is van belang voor ons begrip van het mechanisme waarmee dieren en ook mensen de informatie verwerken die ze uit hun buitenwereld ontvangen. Dit mechanisme is zeer belangrijk omdat het zowel mens als dier in staat stelt aangepast op de natuurlijke omgeving te reageren. Tot zover dit introductieprogramma bij de cursus Biologie van Populaties en Gedrag. We hopen u zo wat inzicht gegeven te hebben in ethologisch onderzoek. Bij deze cursus kunnen de studenten zelf dit soort onderzoek doen. Op de studiecentra met behulp van interactieve beeldplaten. En op die interactieve beeldplaten staan naast het eirolgedrag van de zilvermeeuw nog een aantal andere voorbeelden van diergedrag. Zoals agressie en broedgedrag van de stekelbaars, voedselzoekgedrag van spreeuwen en leren via inzicht van chimpansees. De studenten kunnen dit gedrag protocoleren en analyseren met de daarbij passende statistische toetsen. Tot ziens. Tot ziens. Tot zover de programma's van VEDUCO. Wij zijn er weer op dinsdag aanstaande om 17:30 met een uitzending van de Open Universiteit. De NOS neemt het straks van ons over met het Capitool. Ik wens u nog een prettige zondag en graag tot ziens.